Ik probeer ook minder snel te praten. Nou nee, eigenlijk heb ik die hoop opgegeven, maar in de basis probeerde ik dat. Hallo kiddokie allemaal, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video voor de verandering. Je zou het niet zeggen, heb ik er heel veel zin in deze video. Ik heb de Trend It Up adventskalender met je te unboxen. Trend It Up is het eigen merk van DM, de Duitse drogist. Mocht je er nooit geweest zijn, kan me niet voorstellen, maar een walhalla. Echt zoveel en zoveel goedkoper dan bij ons. Sowieso heeft Duitsland best wel wat veel goedkopere producten. En Trend It Up is dus het eigen make-up merk. Heb ik ook een volledige video ooit over gemaakt. Ik zal proberen te kijken of ik die kan linken. Maar die doen ook geregeld assortiments updaten. Wat is het meervoud van update? Geen idee. Dus ik weet niet of die video nog up-to-date is. Maar ik wil eigenlijk ook van heel veel van deze adventskalenders ook gewoon een make-up look mee gaan maken. Met die van Essence wil ik dat. Met die van Trend It Up. Misschien ook wel met die van Catrice. Maar dan moet ik even kijken of er ook voldoende stof voor is. Ik heb een klein glaasje thee. Dorst zal ik zeker niet krijgen. Het kan wel zijn dat ik af en toe halverwege een keer moet plassen. Maar dan zet ik de video op stop. Ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Ik heb er hoge verwachtingen van. Vorig jaar heb ik een ook unboxed. En daar zaten mooie producten in. Ook gewoon voor, ik geloof dat het ding... Ik ga eerst even opzoeken hoeveel die kost. Dat had ik natuurlijk even eerst moeten doen. I know, sorry. Hij kost, hou je vast, €27,95. Dat is goedkoper dan die van Essence. Terwijl er in die van Essence toch wel vaak wat spulletjes zitten die eigenlijk een beetje bedoeld zijn om de kalender op te vullen. Weet ik niet, want ik heb hem dit jaar nog niet unboxed, maar dat is wel mijn ervaring. En die do-it-yourself kalender, die vond ik ook heel erg goed. Die vond ik de prijs wel waar, maar dat is gewoon... Dit is gewoon goedkoper. En als het net zo goed is als vorig jaar, dat er echt gewoon alleen maar make-up in zit, dan zet ik er echt mijn handtekening onder. En dit is hij. Hij is dus te koop bij de DM in Duitsland. En dan klap ik hem zo open. Ik ga een tasje maken met producten die ik weg ga geven aan het blijf van mijn lijf uit. Een tasje met producten die ik ga verkopen. Dan maak ik een pakketje met allemaal nieuw make-up en dat zet ik dan op Marktplaats. En een tasje met make-up die ik zelf ga houden. Ik had in de vorige video gevraagd van willen jullie dat ik bij ieder make-up of bij ieder product zeg wat ik ermee doe. Of ik het ga houden, weggeef of wat dan ook. Alleen ik neem deze video op dezelfde dag op als de adventskalender van Essence, de Do-It-Yourself. Dus ik... kan helaas niks met de feedback. Dus niet denken van, we hebben toch feedback gegeven, waarom doet ze het dan niet? Sorry, maar ja, ik heb vandaag tijd om te filmen en de komende dagen gewoon niet. Hij is lekker groot en we gaan beginnen met vakje 1. Die zit hier. Wat ben jij voor iets? Ik denk een lipglossje. Oh, leuk ook. Kijk, hoe schattig. Dit is een beetje Dior-achtig. Wat grappig. Dit vind ik echt heel erg leuk. Hij heet de... er zit hier Lauranzer in. De Lip Plumping... Lip Volumizer Plumping Gloss. Dat is helemaal weer in. Helemaal weer een rage. Ik snap niet zo goed waarom. Want ik denk die tijd die hadden we toch gehad. En ja, bij mij maakt het mijn lippen ook heel snel kapot. Maar ik ben hier wel benieuwd naar. Dat neemt niet weg dat ik er gewoon benieuwd naar ben. Alleen ik snap de rage niet zo goed. En dit is de kleur... 030. Het heeft geen naam. Volgens mij hebben... Ik weet even niet of geen van de producten van Trend It Up dat hebben. Ik ga even nadenken wat ik hiermee ga doen. En natuurlijk zal ik ook bepaalde producten moeten houden. Moeten, het is zelfs straf. Omdat ik gewoon heel graag een volledige full face wil maken daarmee. Nummertje 2, die zit hieronder. Wat is het? Oeh, leuk. Een oogschaduwtje. Oh, wat leuk. En dat, oh, kijk hoe schattig dat die is. En ook gewoon leuk dat het ook gewoon een, niet zomaar iets is uit het assortiment. Maar dat er echt aandacht aan besteed is dat die voor de adventskalender is. Er staat namelijk Christmas eyeshadow op. Dus hij is echt ontwikkeld voor deze kalender, denk ik. Even zwartje hoor. En de oogschaduw van Trend It Up vind ik over het algemeen heel erg goed. Terwijl deze wel poederig overkomt. Dit is hij. Focus dan ook op mijn oogschaduw. Yes, thank you.
Ja, hij komt wel een beetje poederig over. Maar dat wil niks zeggen. Zeker als je hem, deze gebruikt waarschijnlijk als ooglidkleur. Dus dan heb je er niet zo heel veel last van. Maar hij is echt kei schattig. Dus dat is kei leuk. Oh, ik ben verliefd. Nummertje 3. Hij zit hier, een grote cirkel. Ik denk een blush of een bronzer of een poeder. Hoewel een poeder natuurlijk lastig is voor andere huidtypes. Voor verschillende huidtypes. Oh, leuk. Oh, kijk dan. Ik ben echt nou al helemaal enthousiast over deze kalender. Weet ik nou al. Trend It Up. Nou, had ik gelezen hoe die heet, maar dan weet ik het toch niet meer. Rosy Touch Finishing Powder. Dit is ook gewoon Dior-achtig. Of heeft Dior... Nee, welk merk heeft dit nou? Die... Flower Beauty heeft dit. Dat weet ik, maar dat is in Nederland niet te koop. Hij focust niet op mij. Maar dit is toch gewoon geweldig. Oh, kijk dan. Leuk. Dat had je al door, hè. Ik doe hem wel even swatchen om even te kijken of hij een beetje transparant is. Want dat is natuurlijk wel belangrijk dat hij ook voor alle huidtypes past. En hij, ik denk... Dat die voor een donker huidtype, je ziet het niet heel goed. Dus dat is goed nieuws op zich voor de transparantie. Ik denk wel dat als je dit met een donkere huid hebt, dat je dan toch het gaat zien. Maar ik denk dat hij ook misschien wel vooral mooi is voor onder de ogen. Omdat het net even wat oplichtend effect heeft. Ja, en hij heeft... Ik denk dat er maar één kleur van is. Maar deze zit volgens mij, ik ben er niet vast, ook niet in het assortiment. Nummertje 4. Dat is een langwerpig vakje. Ik vind dat leuk om een beetje te gokken. Misschien willen we helemaal een oogpotloodje of een lippotloodje of zo. Dat kan ook bijna niet anders. Een pam 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 lip liner. I like. Contour & Glide lip liner. En deze potloodjes zijn van Trend It Up, zijn ook super goed. Volgens mij zelfs goedkoper dan die van Essence. En ik heb er ook al diverse opgemaakt. En dit is de kleur 610. En deze gaat denk ik gewoon mijn tas in. Want dit is gewoon zo'n makkelijk potloodje wat je echt overal onder kunt doen en bij kunt dragen. Heel neutraal, niet te koel, niet te warm. Heel erg mooi. En wat ook leuk zou zijn om die Plumping Lip Gloss eroverheen te doen. Om het glansje te geven. Alleen ik denk wel dat het afgeeft. En dat is niet handig, want ik moet een mondkapje op met mijn werk. Bij verpleegkundige. En er zit een sharpener aan. Zo'n ding dat je kunt slijpen. Oh, wat leuk. Ik ben blij. Nou al. Nummertje 5. Dat is een klein vakje. En dat is deze. Wat ben jij? Ik denk een lippenstift of zo. Of een lippenbalsem. Wet Shine Lipstick. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik denk gewoon een lippenstift die dan nat uitziet of zo. Oh ja. Nou ja, gewoon een lippenstift. Maar ik denk dat die... Waarom zeg ik oh ja als ik het nog niet zeker weet? Geen idee. Ik denk dat die gewoon een beetje zo'n gel look geeft. En deze wil ik heel graag een foto van maken voor op Instagram. Weet je wat ik ga doen? Daar heb ik echt niet altijd tijd voor. En daarom doe ik het ook echt niet altijd. Ik ga er nu een foto van maken zodat ik toch een swatch kan maken in deze video. Want dat vind ik wel leuk om dan toch voor de volledigheid van de video. Dus ik zet jullie even op pauze. Nee, ik knip het er gewoon uit. En ik maak er even een foto van. Op in. Zo, foto gemaakt. En ik denk dat die ook leuk is voor op dat lipglossje. Daaronder, juist. Ben ik benieuwd hoe goed die kleur heeft. Oh, hij is echt... inderdaad, waar hij me een beetje te denken is van MAC, de... hoe heet die lijn ook alweer? Creme Sheen finishes. Ja, misschien zelfs nog wel iets luster finishes. Dat is wat ik zoek. Nog wel iets minder dekkend dan die Creme Sheen finishes. En ik denk dat die inderdaad heel mooi is om een mooi glansje te geven. En deze die ga ik lekker proberen. Zeker benieuwd naar. Ik smeer hem wel even af, want anders... Of vraag ik hem even weg, want anders dan ben ik bang dat alles onder klieder. Want dat is wel een beetje nadeel aan dat soort producten. Nummertje 6. Dat is een beetje een bijzonder vakje. Ik denk een beetje een tubevorm of zo. Het blender is zo groot dat ik niet eens kan zien of ik het goed kan laten zien. Ook grappig. Het Christmas Overnight Face Mask met aloe vera en shea butter. Ook weer leuk dat het gewoon die
speciaal voor deze kalender is gemaakt. Dat vind ik echt leuk. En hier kunnen echt andere merken echt nog een puntje aan zuigen. Dat het gewoon een volledige kalender, tenminste denk ik, zonder tierenlantijntjes, met echt gewoon make-up. En niet uit het oude assortiment, maar gewoon speciaal voor een kalender gemaakt. Aloe vera en shea butter. En dat zit er ook nog eens, het vierde ingrediënt is al kokosolie. Het staat er dan niet op, maar dat is het, zit er wel in. Het vijfde ingrediënt is aloe vera. En het zesde ingrediënt is shea butter. Nou, dat is toch geweldig. Ik ga deze echt lekker op mijn nachtkastje zetten. En misschien ook wel een reviewtje van maken op Instagram. Sorry trouwens als ik veel zeg Instagram. Er zijn mensen die dat vervelend vinden. I'm sorry. Ja, maar ik heb nou eenmaal ook een Instagram kanaal. Maar deze ga ik lekker proberen. Nummertje 7. In beeld. Even zo kijken. Ik zie het niet, maar jullie wel. Deze heb ik uit mijn hoofd. A Trendetop Dazzling Effect Topcoat. Dit is dus een topcoat die dus een glittertje over je nagels moet aanbrengen. Volgens mij heb ik hem en was ik er niet, had ik hem of heb ik hem en was ik er niet tevreden over. Ik vind hem leuk. Ik vind het leuk dat erin zit als het werkt. Dat is wel natuurlijk een voorwaarde. Maar ik heb zoveel topcoats en zoveel nagellak. Dus deze ga ik in mijn weggeven of kooptas doen. En dan maak ik aan het einde van alle adventskalenders video's gewoon een onderscheid van wat ga ik in welke setting doen. Welk vakje. Nummertje 8. Wat ben jij dan? Dat is een beetje jammer. Dat was vorig jaar niet dat er dit soort onzin in zat. Een nagelvel. Wel weer een hele leuke sfeer. Maar hè, gewoon leuke vormgeving. En nagelveltjes komen toch altijd wel van pas. Let's be honest. Maar dit zit in ieder adventskalender. En dat had juist die kalender van vorig jaar niet. Daarom vond ik deze zo uniek. Maar goed, er zitten nog steeds veel meer leuke producten in dan dit soort dingen. Dus we mogen nog steeds niet mopperen. Nummertje 9. Zoek. Hier. Zet hem maar neer. Trendetop. Je was zo goed bezig. Ja, wat ik al zei. Misschien ben ik nou heel negatief of zeurderig. Maar ik vind het zo stom. Want dit zat er vorig jaar dus allemaal niet in. En dat is... Ja. Maar goed, het is ook persoonlijke voorkeur dat ik dit soort dingen niet gebruik. En Ik ga het weggeven, maar ja, jammer. Nou wil ik alleen nog maar make-up, want dat kon je vorig jaar ook, dus dit jaar ook. Nou, dat is al mislukt. Maar goed, mag de pret niet drukken. Nummer 10. Moet ik nog de flauwe grap maken, nummer 10, wie niet werkt is gezien, of is dat te cliché? Een nagellakje, denk ik. En de nagellakjes van Trendetop vind ik ook echt super geweldig. En zeker deze lijn, de Double Volume and Shine Nail Polish. Hij is ook rood. Dat ook wel gewoon een algemeen kleurtje. Wat de meeste mensen wel mooi vinden. Sommige mensen ook totaal niet. Dus in die zin is het helemaal geen algemeen kleurtje eigenlijk. Maar wel, toch misschien wel een van de meest gangbare kleuren. En deze lijn is gewoon ontzettend fijn van nagellakjes. Die heb ik ook best wel wat nagellakjes van. Vorig jaar zaten er trouwens heel veel nagellakjes in de kalender. Dit is de eerste die ik tegenkom. Vorig jaar rond deze tijd, rond het tiende vakje, hadden we al 4 nagellakjes of zo. Vond ik helemaal niet erg, want ik hou van nagellak. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat leuk vond. Dus misschien is het voor die mensen dit jaar dan weer leuker. Nummer 11. En dat is zo'n puntenslijpervakje. En ik ga echt gillen als dat is. Nee, gelukkig maar. Het is weer zo'n hele schattige oogschaduw. Zo'n heel klein poeperig. Kijk dan ook klein. Echt heel schetig. Met speciaal voor deze kalender. Een gouden. Die moet ik natuurlijk swatchen. Deze is minder poederig dan die andere, valt me op. En gewoon een heel mooi pigment. Eigenlijk zoals we van Trendetop gewend zijn. Althans zoals ik van Trendetop gewend ben. Want misschien zijn er helemaal niet veel mensen bekend met dit merk. Maar super schattig en leuk, toch? Nummer 12 is een groot vakje. En daar heb ik hoge verwachtingen van. Ik hoop iets van een oogschaduwpaletje of zo. Vorig jaar zat er ook best wel... Ja, ik wil niet steeds vergelijken met vorig jaar. Maar ook een blushpalet en zo in. Dat zou leuk zijn als dat dit jaar was. Maar dat gaat niet zo gaan. Ik ben allerlei bochten wringen om het open te maken. Wat is het?
Eyeshadow brush. Dat is ook handig dat als je nog niet veel make-up hebt en je koopt zo'n kalender, dat het ook dit erbij zit. Weet je, dat je ook gewoon ermee vooruit kan met de producten die erin zitten. Toen moet ik een beetje denken aan de verpakkingen van Essence. Die had ook een kwast in dit soort verpakkingen. Wat ben je dan? Een beetje een angled brush, denk ik. Vooral fijn voor je crease een beetje op te diepen, zal ik maar zeggen. Ik heb heel veel van dit soort kwastjes, dus ik ga deze weggeven dan wel in het verkoopsetje doen. Maar het is wel gewoon een leuke sfeer, weet je. Gewoon die glittertjes en zo. En ja, ook wel een beetje Essence-achtig. Essence heeft vaak ook dit soort verpakking. Ja, verpakking. Uiterlijk van product. Ja, dat bedoel ik. Nummer 13. Dat is een beetje een vakje wat lijkt alsof het een lippenstift is. Maar ik weet er helemaal niks van. Oh nee, weer een nagellakje. Oh, mooi kleurtje. I like. Een donker paars. En deze lijn is trouwens ook heel fijn. De UV Power Gel lijn. Blijven super goed zitten. Zijn heel erg volumieus, zeg maar. Dat het echt, echt heel erg wet ook oogt, zeg maar. Al is het droog. Dus de nagellak van Trinity vind ik geweldig. En zo ook deze. Het is echt een heel mooi kleurtje. Ik weet niet of de camera het oppikt, maar het is echt een donker paars kleurtje. I like. Actually, I love. En deze ga ik zeker bewaren. Nummer 14 of zo waren we. Ja, en dat ziet eruit als een beetje een potloodachtig vakje. Ik heb het idee dat de vakjes wel makkelijker open gaan dan vorig jaar. Wat, ik denk een lippotloodje zo. Iets. Chanel Seppa. Ja, een lippotloodje. Mooi kleurtje ook. Een beetje fuchsia roze. Lijkt ook een beetje wat ik nu op heb. En ik had het al gezegd, maar de lippotloodjes en oogpotloodjes van Trinity zijn gewoon heel erg goed. Oh, wauw. Bam, pigment. Oh, deze vind ik mooi. Beetje hard, oud roze, maar ook wel fuchsia zit er doorheen. Wat ik al zei, best wel wat ik nu op heb. Is die dan nou zo af? Lijkt me zo. Ik heb er eentje van Maybelline nu op. Maar, oh, deze vind ik echt heel erg mooi. I like. Nummertje 15. En ik probeer zo te rekken dat ik 15 zo lang mogelijk, maar ik ondertussen het vakje gevonden heb dat ik niet hoef te knippen. Maar goed, dan heb je wel meer onzin kletserij. Ik denk ook iets voor de lippen aan het kleurtje te zien. Ja. Color Protect Lip Stilo. Vorig jaar zat... Sorry, kom ik weer met mijn vorig jaar hoor. Maar zat er eentje in een bronzen kleur. En die was mooi. En deze hoop heb ik ook goede hoop van. Het ziet eruit als een beetje oud roze. We gaan hem gewoon openmaken. Oh, het is wat bruiniger. Hij komt bruiner over dan dit, zeg maar. Oh, wauw, mooi. Heel mooi. Ja. Ook leuk voor onder dat eerdere lippotloodje wat we hadden. Eroverheen, zeg maar zeggen. Wauw. Er zitten echt hele leuke dingen in deze kalender. Echt heel leuk. Ik ben heel erg blij. Op die twee dingen na, maar dat mag de pret niet drukken, vind ik. En nogmaals, het ding kost €28. Ik bedoel, waar hebben we het over? Niet over heel... Ja, ik snap wel dat het voor sommige mensen wel veel geld is. Maar als je ziet wat je ervoor terugkrijgt. Gold. 16. Dat is weer een wat kleiner vakje. Wederom iets voor de lippen. En wederom met een thema die bij de kalender past. Kijk, Trended Up Christmas Lip Balm met een moisturizer. Het lijkt al, kijk, het is in de vorm van een hartje. Hoe leuk, zie je dat? Schattig. Ja, dit is toch gewoon kei leuk. Ik heb heel veel lippenbalsem, dus ik ga hem weggeven op dan wel en het tas hè, doen. Maar ja, dit is leuk. Wederom dat de verpakking gewoon zo leuk is en ja, ook gewoon schattig, toch? Ik kan wel voorstellen aan de andere kant dat mensen zeggen het is wat onvolwassen. Maar ja, dat geef ik, mij maakt het niet zo heel veel uit. Nummer 17, die zit hieronder.
Wat ben jij dan? Ik denk wel iets voor de nagels. Multivitamine base en topcoat. Als je het over je nagellak als topcoat smeert, dan denk ik dat het niet zo heel veel zin heeft. Maar mijn nagels kunnen echt wel wat voeding gebruiken. Ik gebruik 9 van de 10 keer de producten van Trint. Maar ik ben hier ook wel heel erg benieuwd naar. Het ziet er inderdaad een beetje vitamineachtig uit. Zo'n beetje sinaasappelkleurtje. En natuurlijk aan vitamine C doet denken. Heb je ook zo'n geur dan? Dat zal wel niet. Dat zal wel heel gek zijn. Maar nee. Even aanstellen. Gewoon een nagellakgeur. Maar ik had het niet anders verwacht eigenlijk. En dat is ook zo gewoon. Weet je. Ja, nagellak ruikt nou eenmaal zo. Dat weet je van tevoren denk ik. Was dit al nummer 17? Ja, dan hebben we nummer 18. Dat is een groot vakje. Ik maak even een beginnetje en dan laat ik het je zien. Echt godverdomme. Zo'n opvulsel. Wat zijn dit op? Waarom doe je dit? Je was vorig jaar had je zo'n mooie kalender. Ja, ik vind het jammer. En misschien is dat ook wel oneerlijk. Omdat ik hem vergelijk met vorig jaar. Dat kan best zijn dat je dat vindt. Dat is ook helemaal niet mijn bedoeling. Ik wil de kalender eigenlijk het liefst op zichzelf bekijken. Maar toch kan ik me wel voorstellen van mezelf dat ik terugblik. En dat ik zeg van dit soort dingen zaten er niet in. Maar aan de andere kant, het zijn er maar 3. Weet je, de rest zijn gewoon superleuke dingen. Ik heb echt helemaal niks te klagen eigenlijk. Toch doe ik het, hoorde je het? Nummer 19. Dat is weer een liggend vakje. Misschien een oogpotloodje of zoiets. Ja, ik denk een zilveren oogpotloodje zo te zien. Altijd wel heel erg mooi als basis voor op je ooglid. Ja, en deze zijn heel erg fijn. En daar staat wat de proef op. En dat zijn ze ook echt. Ik heb er een heel knalgroene van. En heel goed gepigmenteerd. As you can see. Ja, leuk. Ook inderdaad aansluitend bij de kerst. Maar ook gewoon leuk in algemene zin toch. Ik bedoel, hier hoef je niet per se voor de kerst mee te wachten. Nummertje 20 is een vrij groot vakje. Ik denk weer een kwastje of zo. Ja, een lip brush. Leuke verpakking, wederom. Ja, een lip brush. Ook... inderdaad fijn dat je het gewoon alles uit de kalender dan ook kunt gebruiken als je nog niet veel make-up hebt. Ik ga hem weggeven, maar het is wel, ja, het maakt het wel compleet. De kalender gewoon ook gebruiksklaar. Nummertje 21, we zijn er al bijna. Dat is niet zo'n leuk nieuws. Maar ja, en alles komt ten eind. Nagellakje. Yay. En dan ook wederom een hele mooie kleur. Oh, en dat is echt helemaal geweldig. Want hier heb ik dus een jurkje in deze kleur. En geen nagellakje erbij. Ik moet dan altijd laagjes over elkaar smeren. Om het zoveel mogelijk op die kleur te laten lijken. Wel, het is wel een zomerjurkje. Maar goed, het wordt vanzelf weer een keer lente en zomer, toch? En dit is echt precies de kleur die ik moet hebben. Echt precies. Dus hoe goed komt dit uit? En misschien maak ik er ook wel een reviewtje van op Instagram. Like I said, dit is ook een hele fijne lijn. Ik kan best zijn trouwens dat ik geregeld dingen herhaal. Maar dat is ook, ik heb ADHD en daar hoort veel dingen herhalen. En een beetje als soort van mantra dingen herhalen ook een beetje bij. Ik probeer er echt op te letten. Ik probeer ook minder snel te praten. Nou nee, eigenlijk heb ik die hoop opgegeven. Maar in de basis probeerde ik dat. Maar ja, sorry als je het vervelend vindt. Nummertje 22. En ik denk dat dat weer een potloodje is. Goud. Ja, dezelfde was net alleen dan in het goud. Leuk. Oh, dit is een heel kleintje. Oh, kijk hoe schetig. Kajal. Dus niet zo'n draaiertje, maar gewoon een slijppotloodje. Heb ik hem nou op de kop? Nee. Kijk dan hoe cute, hoe klein dat die is. En ook wederom heel gepigmenteerd. Een beetje koeler goud. Niet zo heel warm goud. En ook gewoon leuk voor op je ooglid als basis. Maar ook als op je waterlijn en zo. En je zou hem zelfs ook gewoon als eyelinertje kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld, ik heb er wel eens... Nou, deze een Kajal is wel minder fijn daarvoor. Maar ik heb ook wel eens een zwarte ooglid... Een zwarte kleur op mijn ooglid. En dan zo eentje eroverheen. Met Kajal is dan minder fijn. Maar met dat andere potloodje zou dat prima kunnen. Bijvoorbeeld. Nummertje 23. We hebben nog maar 2 vakjes. Dat is niet leuk. Ik wil niet dat hier een einde aan komt. En alles komt een einde. Zoals ik net al zei. Wat ben jij dan? Oh, hier. Eentje van.
Wat ben jij? Oh, grappig. Dit vind ik altijd heel leuk. Je weet nog niet wat het is, dus ik ben iets aan het vertellen dat ik iets leuks mee heb. Nee. Dit zijn van die maskerdingen. En dit is, kijk, ik kan het niet. Ja, ik heb erop gekeken. Dit vind ik leuk. Ik hou echt van dit soort flauwekul. Ik vind dit echt gewoon leuke dingen. En dit gebruik ik ook geregeld. Bijvoorbeeld als ik in bad lig en ik doe, daar is het ook denk ik voor bedoeld voor een gezichtsmasker. Dat je echt zo zo'n cozy avondje. Dat je gewoon troep op je gezicht smeert en dat het dan niet in je haren komt. Ik heb er al wel een aantal, maar ik vind hem gewoon te leuk. Het is een soort olifantje, maar dan met hele kleine oren. Een kat, denk ik. En dan het laatste vakje. En hier heb ik wel hoop van dat het echt iets leuks is. Een oogschaduwpaletje of zo. Ik ga niet voor minder dan dat. Ik zal ermee moeten doen dat het minder is dan dat. Under eye patches. Christmas under eye patches. Ja, wel heel leuk. Want ik gebruik het en het komt altijd heus wel op. Maar misschien had ik wel iets anders van verwacht. Zoals je gemerkt hebt, heb ik gemengde gevoelens over deze kalender. Als ik hem puur op zichzelf bekijk, vind ik hem heel leuk, vind ik hem heel goed. Zitten er hele mooie dingen bij en vind ik hem echt zijn prijs ook waard. Maar, dat heb ik ook al halfweek de kalender gezegd, als ik hem ga vergelijken, vind ik hem gewoon een stuk minder goed dan die van vorig jaar. Vorig jaar zat er veel nagellak in. Daar hadden mensen ook weer commentaar op. Dus het is ook net wat je voorkeur is en wat je fijner vindt. Maar het was wel echt 24 vakjes vol met make-up. En dat is dit jaar niet. En vorig ook niet alleen met make-up. Maar vorig jaar zat er ook een blushpalet in. Twee oogschaduwpaletjes. Ook wat duurdere producten had ik het idee. Dus een beetje ja en nee. Ik zou hem zeker aanbevelen, want hij is leuk. Er zitten leuke dingen in, maar ik vond hem minder goed dan vorig jaar. Dat blijft staan. Dat is mijn mening. Heb je lekker jouw mening? Die mag je ook gerust laten weten wat jij ervan vindt. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Doe even een duimpje omhoog. Let even een reactie achter. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, want ik plaats geregeld van dit soort video's. Er komen nog heel veel aan. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Doei!